De wedstrijd om de Koetshuis Cup, nog niet de kwartfinale, maar Mike Nikic, tweede helft kwam er pas in, de eerste helft. Onderweg nog of... Ja, ik moest vandaag werken, dus dat gaat voor. En ik had afgesproken met trainer, laat gewoon wissels even minuten maken. Want die zijn onderdeel van het team, dus ja. En de tweede helft kom ik erin. Ja, hier en daar een paar kleine kansjes. Kleine kansjes? Ik zag je een bal missen aan de rechterkant. Ik denk, joh, paas dan toch een keer, Mike. Ja. Geef die bal af, waarom gebeurde dat niet? Nou, weet je, ik gaf 3 ballen daarvoor. En dat ging niet, dus ik dacht een beetje gewoon stuur, gewoon bal erin schieten. Maar je krijgt een volledige verkeer. Op mijn leeftijd mag niet gebeuren, maar ja, weet je. 23? Nou, was het zomaar. Hey, en Mike, toch even een vraagje, want die penalty, ben jij een vaste penaltynemer van Voorschoten 97? Nee, eigenlijk niet. Reserve. Niels van den Berg is vaste penaltynemer. Maar weet je, dat maken wij gewoon onderling gewoon uit. Weet je, ziet je goed in de wedstrijd, mag je hem gewoon opeisen en nemen. En jij pakt gewoon je verantwoordelijkheid. Ja, inderdaad. Ja, je zag hem. Ik had hem eigenlijk nooit gemist, wel vandaag. Ja. Maar even voor de duidelijkheid, zat hij nou wel of niet? Want hij wees net midden de scheidsrechter. Hè? We maakten al een rondedansje met Leiden amateurvoetbal. Volgens mij keek hij heel goed naar de geloge. Doelpunt was het, ja. Of niet? Nee, het was geen doelpunt. Het was echt op de lijn. Dus hij heeft goed gezien. Heb jij wel eens eerder gemist in je leven? Ja, denk ik wel. Ik zeker. Maar misschien 20, 25 jaar geleden. En jullie liggen er nu uit voor de Koetshuis Cup. Jammer, want het was ongelooflijk spannend. Kansen gehad. De sfeer in de kleedkamer zo meteen. Jij gaat er zo meteen. Het is bijna 12:30. Jij gaat er zo meteen naartoe. Maar wat verwacht je tegen te komen? Teleurgesteld of toch trots? Nee, nou, absoluut niet. Kijk, onze focus ligt op de competitie. Wij willen graag promoveren. En dat is onze ding. En deze wedstrijd is wel leuk, maar niet het allerbelangrijkste, weet je. Het is leuk dat de jongens minuten maken en dat de wedstrijd gespeeld wordt. Maar competitie staat boven alles natuurlijk. Dus komende zondag tegen wie? Van Nispen thuis en die gaan we gewoon pakken. Daar hebben jullie nog een appeltje mee te schillen. Uit 5-2 verloren, kan ik me nog herinneren. Ja, onterecht. Maar ja, weet je, we waren dat beter. Maar ja, de goal stellen. En we maken net iets meer fouten dan hun. Maar wij gaan ze wel terugpakken zondag. Ik wens jou heel veel succes en we zien. Ja, eerste helft geen Berend Verdoes. Nee. Bussen onderweg met spandoeken allemaal van Berend, waar is die? Waar was je, man? Ja, ze hadden moeten weten dat ik volgende week zaterdag geschorst ben. Dus de trainer die wilde eventjes de basisspelers van zaterdag laten spelen. Maar even voor de kijkers thuis, geschorst, verbaal geweld in het veld? Nee toch? Nou, eigenlijk wel. Ik vroeg de scheidsrechter zaterdag om uitleg en die wilde me helaas niet geven. Een soort nijhuisje was dat? Een klein nijhuisje was het. Okay. Hey, en nu kwam je in de tweede helft erin, op een gegeven moment zelfs de aanvoerdersband van Bart van der Weijden eruit. Hè? Ja, leuk. Dat hij eruit ging was toch niet zo leuk? Dat is zeker minder leuk en het is ook maar goed dat hij gewoon meteen eruit is gegaan en dat we het even anders opgepakt hebben. Want zaterdag wordt een belangrijk potje natuurlijk tegen Valken. En we kunnen Bart goed gebruiken. Zeker nu. Maar toch even die Koetshuis Cup. Want wat gebeurt er dan in de rust? Want de eerste helft een beetje verkennend. Tweede helft de vlammende pan. Hè? Het ging lekker velden tegenaan. Jullie wilden winnen. Nou, ik had eigenlijk het idee dat er ook jongens waren die niet wilden winnen. Want ik vond het eigenlijk gigantisch slecht. Om heel eerlijk te zeggen. Tweede helft ook? Ja, nou, van onze kant zeker. Ik denk dat wij gezien ons spelersmateriaal wel beter moeten kunnen voetballen dan dat we nu doen. En het was naar mijn mening een beetje loszand. Maar waar hebben jullie het laten liggen? Voorin, op het middenveld? Want wij vonden toch dat de beleving er meer en meer van afkwam. Er was wat emotie, commotie af en toe. Misschien te veel, maar er was toch de wil om te winnen. Jij vindt van niet. Nou ja, ik denk dat wij beter kunnen. Natuurlijk wil je elke wedstrijd wel winnen. Maar ik kan dit wel in het hoekje van een collectieve amputatie zetten. Okay, maar dan gaat het nog wel een overwinning natuurlijk. Dus misschien is het een... Maar dan gaat het gebeuren. Jullie hebben uiteindelijk gewonnen met de penalties. Ja. Dan zie ik jou naar voren lopen. Ja. Absoluut geen twijfel. Maar wat was er met die bal in de hand? Lag die in een kuiltje op het kunstgrasveld? Er is daar inderdaad een kuiltje en ik had hem heel mooi neergelegd. En net voordat ik die penalty wil nemen, rolde die in het kuiltje. Dus nou, dan kun je beter maar even opnieuw neerleggen natuurlijk. En dan gewoon inschieten. En dit was jouw vaste hoek altijd? Nee, ik schiet hem eigenlijk normaal altijd in de rechterhoek. Maar die keeper die zag ik daarin gaan. Dus ik denk, nou, dan switch hem maar even. Vaste penaltymaker voor UVS? Normaal is Bart van der Weijden het. Dan komt Rob van der Plaat en dan Tim van der Voort. Dus aangezien Tim er niet is en ik ben er zaterdag ook niet. Maar de volgende keer dan pak ik hem gewoon. Nou, laatste vraag even. De volgende tegenstander, heel spannend, wordt Dos Air. Dan ga je echt de regio in. Of Lucht Dunum. Ja.
Nou, voor de luisteraars thuis, kijk even naar die camera en zeg even wie wil jij volgende keer in die volgende ronde helemaal onderuit halen. Ja, met fantastisch voetbal. Wij willen natuurlijk Lugdunum. Iets enthousiaster, Berend, kom op. Even, wie willen jullie volgende keer verslaan? Wij willen de kraker op de kikkerpolder met Lugdunum. En de uitslag wordt dan? 3-0 voor UVS. Voor, je wou Lugdunum zeggen? Nee, UVS natuurlijk. Voor UVS. Hey, onwijs bedankt, succes in de jacuzzi en tot de volgende keer. Dankjewel Gerard. Nou luisteraars, dat was natuurlijk hier om 12:30 staan we hier op het veld. De laatste naweeën, we gaan zo weer inpakken. Ik wens cameraman Johan en Jolanda natuurlijk ongelooflijk bedankt. Henny Kambier voor alle opmerkingen. Want dit was namelijk de derde keer dat we een 0-0 hebben kunnen constateren in deze knock-out fase van die fantastische Koetshuis Cup. Tot de volgende keer.